Breda Nu. Je weet het meteen. Goedenavond Breda, mijn naam is Sam en welkom bij het weekoverzicht. Afgelopen weekend was de afsluiting van Breda Foto. En op meerdere plaatsen in Breda waren er festiviteiten, waaronder de Overslag. Wij namen er een kijkje. Ja, en vanuit de Stekmarkt gaan we nu naar Overslag. Vliegen we over naar Overslag. En ja, ik zou zeggen, we gaan eens eventjes, we gaan even een kijk nemen. Hey, het Overslagfestival, wat kun je erover vertellen? Het is een festival wat in heel Belkumgebied eigenlijk wordt georganiseerd, in het havengebied. Met 6 verschillende locaties dit jaar in samenwerking met Breda Foto. Er zijn hier verschillende exposities te zien op het terrein. En overal zijn bandjes, we hebben ook een theatervoorstelling, een dansvoorstelling. Allerlei verschillende dingen. En we gaan straks met een tour van locatie naar locatie. 3, 2, 1. Hey, en dit is het eerste jaar dat jullie dit festival organiseren? Dit is het tweede jaar, voor mij is het de eerste keer. Maar 2 jaar geleden is het ook geweest, met Breda Foto, het slotweekend eigenlijk. En een groot succes? Ja, zeker. Hey, maar speciaal hier voor het Overslagfestival of eigenlijk gewoon... Nee, ik woon hier dus in de buurt en zo. Dus, vandaar, dus ik ben eigenlijk bijna altijd hier. Hey, kwam ik jou niet net tegen op de fiets? Ja, ik moest natuurlijk even zo naar buitenkant promoten. Maar het is gewoon een topband uit het mooie dorpje Prinsenbeek. Ja. Maar jij bent hier alleen voor deze band of voor anderen? Absoluut, alleen maar voor deze band. Wat heb jij aan je vingers? Hey, Overslagfestival. Ja. Vertel. Ik vroeg me net af wat dat inhoudt. Ja, ik kan meisjes genoeg krijgen hoor, dus wat dat betreft. Elke week gaan wij de straat op met een vraag voor de inwoners van Breda. Maar deze week wilden wij het iets anders doen. We gingen geen serieuze onderwerpen voorleggen aan de inwoners, maar gewoon een keer iets leuks. Wanneer heb jij voor het laatst gelachen? Oh, hey, sorry. Ik was even aan het genieten. En dat is wat we vandaag ook gaan doen bij de straatvraag. Vandaag niet een zwaar beladen onderwerp, maar gewoon iets leuks. Wanneer heb jij voor het laatst gelachen? Wanneer is de laatste keer dat jij hebt gelachen? Vandaag nog. En waarom? Geintje op kantoor. En kan je ook nog iets herinneren waar je echt super hard om hebt gelachen, wat je nooit zal vergeten bijvoorbeeld? Nou ja, ik moet eigenlijk zeggen dat het geintje wat vandaag was eigenlijk gisteren gebeurd, maar ze vertelde het vandaag weer. Een collega die had zijn raam openstaan op de parkeerplaats en we hadden de versnipperaar, de inhoud daarvan, door het raampje naar binnen gedaan. Vanmorgen nog. En waarom was dat? Omdat onze kleinzoon mee zou gaan winkelen, wij kwamen helemaal uit Vlissingen, die lag nog op zijn bed. En jij bent de kleinzoon, neem ik aan? Ja. Ja. En wanneer heb jij voor het laatst gelachen? Vanmorgen ook, toen in één keer oma naast mijn bed stond. Net, denk ik. En waarom? Dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer. Dat is mijn geheugen. Maar kan je nog een keer herinneren dat je heel hard hebt gelachen of dat je iets leuks hebt meegemaakt? Gisteren waren we terug van Nijmegen aan het rijden. We hadden allemaal lol met gekke muziek en zo. Dus dat was wel. In de auto? Ja, in de auto, ja. Daarnet eigenlijk nog. Weet je nog waarom? Ja, omdat we geen kleding kunnen vinden, ja. Oké, dus jullie kwamen hier om te shoppen, maar het lukt niet echt? Nee, niet echt, nee. En jij? Ja, bij mij hetzelfde. Ik lachte met haar mee. Het leven is mooi. Het leven is mooi. Ja. Dus je bent eigenlijk elke dag blij? Bijna wel. Ik ben altijd dankbaar. Dat is een goede instelling. Ja. Top. Dankbaar wat je hebt. Dat is alles wat je hebt. Ja. En liefde in je leven. Liefde, ja. Ja? En lief zijn voor elkaar en respect voor elkaar. Zullen we elkaar een knuffel geven dan, als we toch liefde spreiden? Ja. Ik denk voor deze dag. Heb je deze dag niet gelachen? Denk ik niet. Daarnet in de acties voort, man. Wat was er gebeurd? De prijzen van die schoenen daar al. Liet me lachen. Te duur. Nee, het goedkoop al. Oh, je had duurder verwacht. Ja. En dan vond je grappen. Ja, verbaas me niet dat ze over een jaartje failliet gaan. Nou. Ik lach nogal veel. Ik weet niet wanneer de laatste keer was. Kunt u nog iets leuks herinneren waarom u heel erg heeft moeten lachen? Het zijn meestal uitspraken van mensen waar ik om moet lachen. MUZIEK
Zoals jullie weten ben ik een groot fan van kermissen. Je hebt me al kunnen zien bij de kermis in Prinsenbeek. En dit weekend was er eindelijk kermis in mijn eigen stad Breda. Dus ik ben er lekker langs gegaan. Het is weer tijd voor de najaarskermis in Breda. Vorige keer ben ik naar de kermis in Prinsenbeek geweest en dat was zo'n succes dat ik zoiets had van deze moet ik ook gewoon meepakken. Dus we gaan kijken hoe de sfeer hier vandaag is en of ik misschien weer wat leuke attracties mee kan pakken. Let's go! Wat vinden jullie van de kermis? Ja, heel gaaf. Het is super leuk en heel gezellig met z'n allen. Ja, en wat vinden jullie ervan? Ja, ik vind het heel leuk. Je kan alles winnen. Ben je al ergens in geweest? Ja, in de bank daar. In welke? In de bank. Oké, en als jullie nou één attractie zouden aanraden aan mij waar ik echt in moet, welke is dat dan? Chaos. En waar is die en wat is het? Daar. En hij gaat zeg maar helemaal zo en bijna over de kop. Moet ik dat niet overgeven of wel? Nee. En is die niet te duur? We gaan naar de chaos. We mogen dus gratis in het spookhuis. Dus we gaan even kijken of het leuk is. Maar ik denk dat ik hier wat tegen kan. Dus kom. Gaan jullie in het spookhuis? Ja. Zijn jullie niet bang? Nee. Want ik vind het best wel een beetje spannend. Hebben jullie tips voor mij hoe ik het beste erin kan gaan? Nou, ik kan best gewoon stil blijven. En ja, gewoon dat doen. Mag je ook gillen of is dat een beetje is dat niet stoer? Mag wel, maar. Maar dat zou ik niet doen. Ik zweer. Wow! I know. Awesome, man. Ik weet nog, als ik vroeger naar de kermis ging met mijn vrienden. Ik ging wel altijd een beetje bij de bot staan, een beetje kijken naar meisjes en zo. Is dat nog steeds zo? Ja, wel een beetje, beetje. Dus je kan nog steeds, als je een meisje zoekt, naar de bot zou gaan? Ja, kan wel. Heb je zelf al een meisje? Nee. Ben je op zoek? Misschien. En hebben jullie ook al een vriendje? Nee. Zij had een vriendje. Ik had een vriendje. Nee, wat is er gebeurd? Uit. Hoezo? Ik weet het. Nou, vertel maar. Mag ik dat vertellen? Hij vond het te lang duren. Ja. Maar wat vond hij te lang duren dan? We hadden al meer dan een jaar. Een jaar? Zo. Wat, hoe oud zijn jullie dan? Ik ben nu 12. Had je nooit zoiets van, ik wil gewoon genieten met mijn vriendinnen, theetje drinken en zo? Vind je niet jammer dat je overal voor moet betalen? Ja, het is wel een beetje duur. Ja. En hoe betalen jullie dat? Krijg je geld van je ouders of moet je het zelf betalen? Zoals gezegd, afgelopen weekend de afsluiting van Breda Foto. En we zijn niet alleen naar de overslag geweest, maar ook naar de laatste stackmarkt van dit jaar. Onze verslaggever Esther nam er een kijkje. De allerlaatste stackmarkt van dit jaar. Ik ben wel een beetje nieuwsgierig. Gaan jullie met me mee? Hey, stackmarkt, wat is het nou precies? Nou, alle stekkers die hier zitten en ook mensen van buitenaf, die komen één keer per maand komen die samen en dan organiseren we een stekmarkt. Komen we meer hier op de markt? Nou, ik moet zeggen, wij komen hier de eerste keer. Wij wonen in Breda. Wij zijn geen echte Bredanaars. We zijn eerst naar de Elektron toegegaan, naar de kunst even kijken. En we kwamen hier even uit. Nou, dat is echt geweldig dit. Lust jij een lekker kopje koffie voor mij? Nou, hier hebben ze al een lekkere beach bij Frontaal, dus dat vind ik wel leuk om met mijn vrienden dan wat te gaan... Hoeveel ondernemers zitten hier nou? Ik zie verschillende plaatsen waar allerlei winkeltjes zitten. Hoeveel staan er hier op het terrein? We zijn nu met 25 bedrijfjes. En er zit echt van alles. Van kapper en brouwerij. Maar ook een boekhouder. Bakker. Wat vond je ervan? Nou, ik vond het op zich wel leuk. Maar op een gegeven moment, ja, het was toch maar iets minder voor kinderen en dat soort dingen. Het is inmiddels anderhalf uur verder. We gaan eens even kijken of dat er nog een lawaai in de brouwerij is. Eens even kijken hoe dat het ervoor staat. Heren, hoe staat het ervoor ondertussen? De tweede. Ah, nee, daar komen we nog een andere keer terug. Nee, het zit allemaal nog zo rustig. En wat zijn dan precies de stekkers? De stekkers, dat zijn dat is iedereen die hier op stek, op dit braakliggend terrein in Belkrum...
een unit heeft, een plek heeft, een werkplek. En voor de een is dat een atelier of een werkplaats. En hiernaast zit een bakkerij. Wij hebben hier een kantoor en onze copshop. En ik zou zeggen, loop even rond. Want... Oh, maar dat is lekker. Ook deze week heb ik weer een dilemma voorgelegd aan de inwoners van Breda. En deze week was het dilemma of toiletpapier van schuurpapier, waar je de rest van je leven je billen mee moet afvegen, of tandpasta van Chili Peppers. Allebei niet zo prettig, dus kijken wat de inwoners van Breda kiezen. Leuk dat je weer kijkt naar het Dilemma van de Week. Het programma waarin ik wekelijks de vreemdste dilemma's voorleg aan de inwoners van Breda. En deze week hebben we weer een leuk dilemma voor jullie. Of toiletpapier van schuurpapier voor altijd, dus als je naar de wc gaat, is niet zo fijn. Of tandpasta gemaakt van Chili Peppers. Dus als je je tanden poetst, ook niet echt prettig. We gaan zien wat de inwoners van Breda kiezen. Tandpasta gemaakt van Chili Peppers, denk ik. En waarom? Raak je op een gegeven moment wel gewend, denk ik. Hoe heet zijn die eigenlijk? Gewoon echt de heetste die er zijn, wel echt gewoon next level. Zeg maar. Dan schuurpapier, man. Ja? Ja, dat denk ik wel. Doe jij veel stappen? Ja. Moet je veel naar de wc, toch? Ja, dat is waar. Dan moet je elke dag met die schuurpapier tussen je billen. Gewoon elke keer als je naar de wc bent geweest onder de douche of zo, man. Dan. Gewoon niet afvegen. Ik denk toiletpapier van schuurpapier. Ja, die kan je toch gewoon omdraaien. En dan heb je omdraaien? Dan heb je de zachte kant. Oh ja, dat is slim. Maar dat is nog steeds niet heel prettig, toch, voor je billen? Of? Nee, maar... Ja, maar stel, er staat in het reglement, je moet gewoon die harde kant gebruiken. Wat zou je dan nog steeds voor deze kiezen? Ik zou het tandpasta gemaakt van Chili Peppers kiezen, want het is een illusie dat mint zeg maar schoonmaakt, dus dat maakt niet zoveel uit. En ik ben Indo, dus ik hou wel van die pepers. Ik vind dat een hele moeilijke, want ik vind het alle twee eigenlijk geen optie. Allebei een beetje naar, hè? Ja. Maar als u echt moest kiezen? Als ik echt moet kiezen, dan doe ik het tandpasta. Tandpasta. En waarom vindt u dat dan het minst erg? Ik heb het idee dat ik dan, als ik mijn water spoel, dat ik toch een hoop van die ellende kwijt ben. En toiletpapier vind ik toch iets... Kijk, als je allemaal wonden op je kont krijgt, dat wil je niet hebben. Dat is gewoon pijnlijk. Maar chilipepers, op een gegeven moment wen je eraan en vind je het lekker. Dus het komt goed, denk ik. En stel je gaat net op een date met een meisje en je wilt daarvoor even een frisse adem, dus je poetst je tanden of iets. Vrouwen houden van pittig, toch? Dit was weer het weekoverzicht voor deze week. Bedankt voor het kijken en fijn weekend. Tot volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.